Maar nu moeten we het hebben over een vervelend fenomeen. Met name bij het hardlopen en het paardrijden: steken in de zij. Ja, hmm. oké. Okay. Ja. heeft dat paard daarmee te maken? Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle man in Lycra, Gerrit Heiko. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over steken in de zij. Wat is het en wat kun je eraan doen? Ben je net lekker aan het lopen, komt ineens een vervelende pijn opzetten. Dit keer niet je achillespees of je hamstring, maar in je buik. Wat is de oorzaak van steken in de zij tijdens het sporten? En wat kun je er tegen doen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2 weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jugge, hey goedemorgen. Morgen. Moet ik zeggen, buenos dias. Ja, ik ben al een tijdje terug, dus ik, uh, ik versta het Nederlands wel weer goed. We hebben het gezien uh, op jouw Strava-profiel. Er wordt hard getraind voor de Marathon van Rotterdam. Uh, weer in de omgeving drie Driebergen. Ja, het lijf uh, houdt het vooralsnog goed. Dus uh, ja, ik uh, zie langzaam toch, uh, denk ik, ja, wie weet gaat er gewoon van komen. Ja. Heb jij tijdens al die trainingsuren wel eens steken in je zij? Uh, ik ben er wel wat eens op gaan letten. Um, minder dan vroeger. Ja, vroeger dat is meteen was het dat Wat, wat uh, ik zei toen je zei: ja. we gaan het hebben over steken. zij. Zeg ik, ja, had ik als kind wel, ja. Zijn het precies steken wel uh, iets, iets in die buik aan het rommelen? Noem maar op. Maar ik zal het nog geen steken noemen. Het, ik heb het wel eens, ja. ja maar het ja. is niet iets van. Je zegt van, nu al meteen oh, buik. Uh, ja. Uh, maar we hebben het echt over de zij. Toch? Ja, nou, daar, we, daar gaan daar we het zo we nog over hebben. Af. Ja, precies. Ja. Want we ja. gaan het hebben over de vraag steken in je zij. Hoe vaak komt dat eigenlijk voor? Bij welke sporten? Wat zijn risicofactoren? Ja. Oftewel kansen dat je het wel krijgt of niet krijgt. Wat zijn mogelijke oorzaken? Is al een beetje een hint dat we dat ja. misschien niet helemaal weten. En wat kun je er tegen doen? Nou, laten we heel even het onderwerp parkeren, want wij realiseren ons ook. Het is de aftrap van het negende ja, ja, seizoen ja, ja. van de Slimmer Posteren Podcast. Aflevering 169. Heb je er zin in? Ik heb er wel zin in, zeker. Ja, daar ja. gaan we weer. Ja. Seizoenen duren bij ons 21 afleveringen lang. Een halve marathon. Die lopen we sowieso vol. Dan komen we van de zomer, na een korte breek Olympische Spelen, daar ook zo uh, meer ja. over, ja, komen ja. we weer bij seizoen 10. Mm -hmm. En in seizoen 10 raken wij dan de 200ste aflevering. Ja, als het goed is, wel ja. Oh. ja. Uh, ik ga een aantal data met je delen. En uh, deze is belangrijk. Ik zet hem in je agenda. Zaterdag 19 oktober. Hebben wij een live-evenement rondom de 200ste aflevering. Wederom in het theater in de Binder in Leersum. En het is niet alleen theater, het is ook een sporthal. Het is ook een prachtige Utrechtse Heuvelrug-omgeving. Dus we zijn nog niet helemaal uit wat we precies gaan doen. Maar... we gaan in ieder geval, denk ik, sporten. Ja. En we gaan uh, lullen. En ja. koffie drinken. Koffie drinken. Podcast-aflevering maken. Zoveel mogelijk uh, leuke mensen uit onze community proberen bij elkaar te krijgen. Dus uh, dat is oproep 1 aan het begin van dit nieuwe jaar. Zaterdag 19 oktober. Als het me lukt. Nou, ik moet het hier nu maar beloven. Dat als deze aflevering nu uitkomt. Dat je ook al gewoon meteen je kaarten kan bestellen nou ja. bij ja. ons in de webshop. Slimmerpodcast.nl/slash webshop. Misschien staat daar nog wat subier, Want het is even zorgen dat het er is, maar dan heb je in ieder geval jouw ticket maar veiliggesteld. Want uh, uiteindelijk zou ja, het wel vol kunnen. Vol is vol, hè? Vol is vol. De vorige keer waren we bij de honderdste met iets van tachtig mensen. Dat was leuk overzichtelijk. Ja. Dat was wel uh, bijna twee jaar geleden. waren onze luistercijfers ook minstens de helft? Dus wie weet. En de, de Binder is niet verbouwd in de tussentijd. Dat de Binder is hetzelfde, een heeft een maximum capaciteit van 300. Oh, okay. ja. Dus uh, dat is ook het maximum aantal tickets wat we, wat we kijken kunnen. Oh, nou, moet nog maar zien of we dat halen. Ja. Ja. Nou, wat zijn nog meer belangrijke data uh, van achter naar voren? Uh, de Cross Triathlon Renkum, laatste zaterdag van augustus. Uh, inschrijving is inmiddels open. Leuk feitje. Vorige week deed ik mee voor het eerst van ja. mijn leven aan een Nederlands kampioenschap. Ja. Strava kun je lezen hoe het is gegaan. Maar uh, de Cross Triathlon Racing ja. is dit jaar uh, ook het NK. Ja, dat uh, deed mij even afschrikken. Maar ik, uh, ik ga ervan uit dat er, er ook uit. gewoon recreanten series Precies. zijn. Er wordt aan de top Andrea van de wedstrijd en, uh, wordt er ja. En uh, wij kunnen daar gewoon tussen. Ik ben erbij. Ja, ja. ik ook. Uh, Ongesponsord. Wij vinden dit gewoon een fantastisch evenement. We willen daar met zoveel mogelijk luisteraars naartoe. Tip is dus wel, schrijf je op tijd in. Ja. Want het zou wel eens druk kunnen worden door, uh, door het uh, Nederlands kampioenschapstatus. Dan hebben we voor de zomer een hele belangrijke datum. Uh, ik heb uh, voor alle afleveringen toch een kleine commercial draaien. Oeh, oeh hoor ik daar een uil. Uh, zaterdag 1 juni. En als je dit in de toekomst luistert, de eerste zaterdag van juni, is het tijd voor de Uilentorenloop. Ons eigen hardloopevenement. Uh, ook daar uh, is, uh, gaat het hard met de kaarten. Ja, want ik uh, komt Goed. natuurlijk iedereen die vorig jaar meegedaan heeft uh, ja. aanschrijven. Wil je weer meedoen? Nou, ik zie een, een grote returning visitor rate. Ja. Dus uh, dat wordt hartstikke leuk. Vijf, tien of vijftien kilometer of wandelen. Ik zie een blije raceorganisator tegenover me. Ik ben heel blij. Jij ja. hebt een mooi side project hier uh, vlak bij Leersum. Hebben we een uh, AZC waar we allebei wel komen om activiteiten te ja. ondersteunen. Ja, volgend jaar dan je groepje mee, denk ik, van zes, zeven mensen die in de AZC verblijven, dan kijken ja. of we dit kunnen uitbreiden dit jaar. Of ja, uh, ja. ja je, je Ze kunnen dan... hard lopen in ieder geval. Zeker. Alleen we, we vinden het soms uh, lastig van, ja, hoe, een race. Wat is dat precies? Hoe werkt dat in Nederland? Ja. En dan, uh, ja. Moet je daarvoor inschrijven, dat soort dingen. Maar, ja, maar daar, Je hebt een hele buddy uh, Buddy traject of wat ja, doe je Ja, zeker. Nou, dat uh, Ja, Buddy is een staat hier een beetje parallel aan. Dus eigenlijk, ja, onderdeel van Buddy is dat je wordt toegewezen aan een vluchteling, uh, aan een nieuwkomer. Daar drie maanden af en toe een kopje koffie mee drinkt. Ja. Of een stukje gaat hardlopen. En dat doe jij. En eigenlijk, uh, ja, dat laatste, dat vind ik met name leuk. Ik vind koffie ook wel leuk. Maar <laughs> liever dan na het. Uh, ja en zo leer je eigenlijk uh, elkaar een beetje beter kennen met het idee dat zij uh, uiteindelijk ook een beetje, een beetje snappen wat, wat Nederlanders doen waar ze van houden ja dan komen ze mij tegen denk ja. zo oh, en dan komen ze de uitendorren tegen die houdt van uh, sport uh, die die lult veel over sport doet zelf veel sport drinkt koffie oh ja en dan kom je bij de uitendorren lopen oh nou dat vind je erg leuk nou dat is eigenlijk best oh, als dit Nederland is is dit uh, helemaal ja. prima ja, ja leuk. top dus uh, kijk nou. op uitendorrenlopen.nl om je in te schrijven voor alle info wat hebben we dan nog meer twee deze maanden daarvoor wordt het april. Shit, joh. 14 april, <laughs> ja. Rotterdam Marathon. Zie je hem staan. Ja. Jij doet mee. Ja, ik voor het ja, eerst ik... in een aantal edities, Ja, niet? Ja, ik doe mee, ja. Zeker. Ja, ik merk, het is ook wel een beetje gek, deze maanden. Hè? Het is natuurlijk ook een soort enorm richtinggevend evenement, want ja, ja uh, je moet, uh, hoeveel, hoeveel kilometer in de week lopen? Ik zit nu toch wel, nou ja, kijk, in, in Spanje was het best wel lastig om, dat ging meer uit van tijd, omdat alles heuvel op, heuvel ja. af heb ik één keer de 2,5 uur aangetikt. Mooi. Nou, dat Al. wil ik hier in ieder geval ook met regelmaat doen. Ik moet toch een keer over die drie uur, denk ik. Ja. ja Om dan moet het goed alles zijn. alles tegen te komen. Ja. Eten, vermoeidheid. Ja, nou, ik uh... denk dat ik één keer die, die 32 kilometer of zo... Is voor mij heb ik in mijn hoofd. Dat moet ik eens een keer meemaken. Nou, ja. En dan nog tien erbij, uiteindelijk op de dag zelf. Ja, je dat, was uh... net niet op tijd terug uit Spanje voor ja. het mooie community Jammer. evenement opgezet door de chapter Utrecht, hè? Mm. De, de vrienden van de show. Als je vriend van de show wordt. Dat is ook een mooie oproep als je nu luistert. Dan uh, krijg je een melding: vriendvandeshow.nl/slash slimmerpodcast. Kun je je ook aanmelden voor onze WhatsApp-groepen? Hebben we allerlei regionale groepen en allerlei groepen om samen naar evenementen te ja. gaan? De CPC, de Driebergenloop, de Rotterdam Marathon. Dat was een initiatief uit Chapter Utrecht. Ja, Jesse en Menno die zeiden: Hé, hey, wij zijn ook een training van marathons. Wij hebben een route uitgezet op Landgoed Dentreek. Ja. Van 42 <laughs> kilometer. Wij gaan een marathon ja. oefenen. Ja. Nou, dat hebben ze gedaan. Echt, echt leuk. Ze hadden ook zelf. Uiteindelijk waren zij de enige twee die de hele ja. deden. Ze hadden ook dan maar een route gemaakt voor een halve. Ja. Deden stel meer mensen. En ook dan, ja, op tien, mijn verzoek, nog eentje ja. voor tien. Ja. Want ik had het druk. Maar leuk, want je liep een stuk samen. En op ja. een gegeven moment zou je af. afzwaaien. En dan je, zwaai je die af. Ja. En dan moest je ik dan alleen en die halve met de groep terug. En Jesse en Menno gingen door. Ja. Hadden zelfs een eigen medailletje gemaakt. Ah ja, ik geweldig. Ja. Voor de trekmarathon. Ja. Nou ja, die routes die zijn allemaal beschikbaar staan. Ook in onze Strava Club. Dat ik. Dus, die uh, ga ik zeker een keer, in ieder geval die halve denk ik, nog wel een keer doen Ja. Uh, ja. De Slimmer Presteren Strava Club. Ook exclusief toegankelijk voor vrienden van de show. Ik zie daar af en toe aanmeldingen van mensen die denken: Oh, leuk, Slimmer Presteren, ik wil ook in de Strava Club. Ja, dan check ik altijd wel even of je betaald hebt. Hè? Dan laat ik je er binnen. Ik doe alles maar om onze podcast een beetje te bedruipen. Um, op weg naar de Rotterdam Marathon gaan we net als vorig jaar een uh, online sessie houden. Vraag ons alles over je marathon. Dan gaan we de ervaring van mijn zeven marathons. En alle lessen uit 168 afleveringen Slimmer Presteren Podcast op de bank leggen en uh, mag je ja. ons alles vragen wat je wil weten. Datum hebben we net vastgesteld. Dat wordt dinsdagavond 26 maart. Dus uh, dat wordt uh, via Zoom helemaal online. En dan vragen mensen, oeh, ik kan het dan niet. Wordt het opgenomen? Ja, die ambitie hebben we wel. <laughs> ja. Maar uh, de trouwe luisteraars <laughs> weten, vorig jaar hadden we zoveel hectiek met starten dat we vergaten op uh, records te drukken. Dus was dat een exclusieve ervaring voor de mensen die erbij waren. Dus uh, ik zou zeggen, wees er gewoon bij. Dan zien we altijd nog wel of de opnames beschikbaar komen. En er zit nog iets tussen. Ik zie het. Ja, ja 30 maart. De zaterdag in het paasweekend. Kwam ik helaas iets te laat achter. Um, het gaat veel over hardlopen in de Slimmer Pesteren podcast. Maar wij zijn natuurlijk veel meer. We zijn dan wel de best beluisterde podcast over hardlopen in Nederland. Dat vinden we een mooi feitje. Maar ja, we hebben het over wielrennen, over voeding, over duursport... over teamsport, door middel van ASM ook vaak... Tussen Jochem uit de Hagen, onze oud Olympier, oud-wereldkampioen Schaatsen... mogen wij tot een van onze luisteraars rekenen. Vriend van de show ook. En die, die wees mij daar op een gegeven moment. Ja. Jongen, alleen maar hardlopen, alleen maar hardloop events. Kunnen we niks met wielrennen? Nou, en dat is eigenlijk het haakje geweest om te zeggen... Nou, is goed. 30 maart, zaterdag 30 maart gaan wij... Uh, met zoveel mogelijk luisteraars die van wielrennen en tijdrijden houden. Naar de tijdrit Almere. Um, rondje van 7 kilometer kun je 2 of 4... Nou, ik weet, volgens mij doe ik de 14 en kan je ook de 28. Nou, ik weet het niet. Uh, je bent uh, iets minder of iets meer dan een uur uh, bezig. Ja. Op de dijk, achter elkaar aan. Ik heb inmiddels wat informatie ingewonnen en wat naar de foto's gekeken. De lopen daar... Hele profi mensen rond. Volgens mij <laughs> lopen daar zelfs uh, toppers of subtoppers ja, rond. Ja. Waar je echt wel geïntimideerd van raakt, hoor ik. Maar ook gewoon. Dus ook voor de recreant. Middle-aged man ja, in Lycra, ja. zoals uh, jij en ik. Dus ja. uh, voel je welkom. Leuk, uh, leuk raceje zo aan het eind van de winter. Om eens te kijken of al die zwift kilometers uh, zich uitbetalen. Naar snelheid op de weg. En natuurlijk hartstikke veilig. Want het is een tijdrit. Dus ja. uh, er wordt niet gekoerst. En dan zijn we er bijna. Dan zijn we al in maart. Uh, 10 maart is de CPC en dat is voor mij mijn grote winterdoel. Ja, ik deed mee aan dat NK, maar dat kwam eigenlijk iets te vroeg. Ik wil op 10 maart uh, mijn PR op de 10 km aanvallen bij de CPC. Ah, okay. Normaal was ik daar altijd voor de halve marathon. Heb jij al een ei gelegd of je die daar gaat lopen of niet? Nee, volgens mij niet, want nee. ik doe inderdaad drie bergen lopen. De week eerder, op en twee maanden. Uh, ja. En dan ga ik wel eens een keer ook die halve marathon in de trek even lopen. Ja, ja maar dat precies. doe ik gewoon lekker in mijn ja, hupje. Doe je en niet en daar op de nee, weg? Nee, nee. oké. Okay. Nou, ik ben er in ieder geval wel 10 maart. En dan gaan we net zoals vorig jaar, wat mij betreft, op dat veld een mooi meet-up-punt maken. Gaan we elkaar zoeken, groepsfoto kletsen, kennis maken. Hartstikke leuk. Ehm. Um, en de week daarvoor dus 2 ja. maart Driebergenloop. Hier in Driebergen, prachtige groene trailloop. Ja. Doe je dan nou ook de kortere afstand nu mee? Ja, de zes. De zes ja. ja, ja. Mijn jaar staat ja. in het teken van kort en hard. Dus ja. uh, laat ja. maar eens kijken hoe hard ik op zes kilometer kan gaan. Ja. Jij gaat de halve doen. Ik ga de halve doen, ja, zeker. Precies. En ze hebben ook ja. nog een twaalf ja. voor uh, iedereen ja. die ertussen zit. Leuk. Dat zijn alle sportevenementen waarvan we nu weten dat ze komen. Een groot evenement wat dit jaar ook komt zijn de Olympische Spelen in Parijs. En daar hebben we ook iets voor bedacht. Zeker. Ja. Nou, we gaan in de aanloop. Uh, ik ben, ben altijd wel geïnteresseerd ook in andere sporten dan waar we het vaak over hebben. Hoe gaat dat er precies aan toe? En met name, wat is de rol van wetenschap en innovatie? En dan uh, lijkt mij het leuk om, uh, en dat gaan we ook doen, een aantal embedded scientists, om die eens uh, in de, als special guest te hebben. Ja. Om hun eens te ondervragen over. Nou, wat, wat is nou specifiek aan die sport belangrijk? Uh, hoe train je daarop? Gebruik je nog speciale middeltjes daarvoor? Belangrijke innovaties. Ja. En dan gaan we in ieder geval. Uh, ja, we hebben een aantal op het oog die we gaan doen. Nou, roeien gaan we sowieso doen. Ja, dat is de we eerste week al. volgende week. Ja. Matthias Verstraal. Ja, nou, ik vind uh, wielrennen of baanwielrennen eigenlijk wel leuk. Of BMX die hoek. Ja. Ja, dan moeten we verder eens kijken. Zwemmen, zijn we zwemmen netwerk, vind ik ook interessant, bijvoorbeeld. Atletiek, uh, ja, ja, ja. Ja, leuk. Dus in het kader van de Olympische Spelen zeggen we... hé, hey, we hebben om de zoveel weken een gast. Ja. En in dit geval gaan we niet promovendi of wetenschappers nee. uitnodigen... maar embedded scientists, dat zijn eigenlijk mensen die de rol hebben... om de wetenschap te scannen, net Precies. zoals jij doet... Ja. en die dan te vertalen naar de praktijk van dat specifieke topsportprogramma. Ja. En dat is dus wel interessant om te horen... welke, welke kersen plukken zij uit ja. al die kennis die daar is. Wat zijn de hot topics... Bij die specifieke sport. Ja. Gaan we volgende week mee beginnen. Nou, tot zover. Iedereen die uh, drie jaar later nu heeft geklikt. Denkt steken in de zij. Wanneer gaan ze het over steken in de zij hebben? <laughs> nu. nu. Laten we beginnen. Um, steken in de zij. Uh, Wat is het? Ja. Dat, uh, dat is een goed. Eigenlijk, ik moet ook even zoeken in de, in de wetenschappelijke literatuur. Ja, ja je Stitch of site of weet ik het. Nou, nee, ja, je komt uiteindelijk vertalen. op ETAP uit. ETAP? En Dat is uh, ETAP. It's Exercise Associated uh, Transient Abdominal Pain. Oké. Okay. Nou, transient overgaand... Uh, abdominal is dus buik, in hè, de buik. Ja. En uh, pain is pijn, uh, duidelijk. Het geeft ook wel aan dat eigenlijk uh, het niet zozeer de zij hoeft te zijn. Nee. En dat is wel grappig, want, Mijn kennis was altijd, uh, het ja. zijn steken in je mild of je leven, ja. wordt er nou gezegd. En zegt. dat is en zit ook... Een beetje onder ja. je rechterrib, toch? Is ook naar aanleiding, we hebben een mail gehad van Litwien, Litwien Verver. Ja. En die, uh, die geeft dat ook aan. Uh, en, en uiteindelijk, dat heeft me eigenlijk op het spoor gebracht van, ja, hoe zit dat? Heeft de wetenschap daar wel veel aan gedaan? En wat kun je daar als wetenschapper naar kijken? Ja. Nou ja, dan moet je het hebben eigenlijk van uh, inventariseren en, en vragen. Ja. En een beetje labwerk is wel gedaan. Nou, dat inventariseren, dat, uh, ja, dat is makkelijk. Hè? Je gaat gewoon mensen vragen van... En, hoe vaak heb jij steken? Heb je er wel eens last van? Eventueel ga je kijken naar die mensen. Zijn ze, zijn ze wat zwaarder gebouwd? Uh, welke sport doen ze? Nou, dan, dan kun je wat cijfers zeggen. En, en je kan ze vragen bijvoorbeeld, waar zit de pijn dan? Nou, ik, uh, ik laat het jou zien, maar ik kan het ook beschrijven. Het is gewoon een plaatje van de buik. Ja. Een grote buik. En ja. dan hebben ze gewoon eens even uh, gescoord. Naar Vakkers. aanleiding van een, uh, eigenlijk een onderzoek bij, bij een stuk duizend atleten. Daar moeten we het eigenlijk wel mee doen. En dat is Australische onderzoekers die hier uh, het meeste werk van hebben verricht. En die geven aan van uh, je, be je begint bij je, uh, je navel, zeg maar. Nou, En dan komt eigenlijk uh, 20%. Van de mensen die dan steken hebben of klagen over die abdominal pain. Die zegt, ik heb het daar. Mm -hmm. Nou, dat valt op. Uh, ja, dat is uh, of, uh, Anderen hebben juist dat het vaker aan de zijkant zit en meestal rechts. Dan kom je, want dan ja, klagen rechts, ze over herkenning. ongeveer de ja, helft. 55 onder procent. je rechterrib. Ja. Ja. En links 37. Maar er zijn ook mensen die zitten wat lager juist. En In de onderbuik? Uh, ja, echt onderbuik. Nou ga je gaat richting 10%. En dan hangt het ook weer rechts, iets meer dan links. En iets weer naar boven, dus meer echt onder die, die, die ribbenkast. Ja. Bij dat middenrif daar. Nou, dan kom je ook richting de 11, uh, 11%. Kortom, dat geeft al aan. Het is niet specifiek rechts, links, zij. En, en nee. daarmee is ook een beetje het idee van, want Litwin gaf ook aan van ja, ik weet dat rechts de lever zit en links de milt en dat zo heb je het geleerd. Ja, en zo dacht ik ook altijd. De lever gaat protesteren, want die is aan het werk omdat Ja, maar allerlei... ik heb geleerd dat een lever heeft een belangrijke ja. rol bij duurinspanning, want daar zit ja. heel veel glycogeen opgeslagen, dus die, dus die is... moet aan de bak. Ja, die is daar uh, eigenlijk flink uh, aan het. Uh, ja, die, die, die is bezig, noem maar op, en die uh, denkt van ja, ik, uh, ik, ik ik wil niet gestoord worden in uh, al mijn werkzaamheden. Ik heb bloed nodig. Misschien krijg ik wel te weinig zuurstof daarvoor. Iemand niet door de milt. Ja, dan denk je, wat, is het, wat doet die milt eigenlijk precies? Ja, dat is een beetje de, de grote filter van het bloed. Mm -hmm. Er worden weer veel rode bloedcellen eigenlijk doorheen stromen en alle oude af ja, die het niet meer goed doen, die worden een beetje afgebroken daar. Ja. Er zitten ook heel veel immuuncellen. Eigenlijk die milt, uh, ja, dat, dat weten we eigenlijk nog niet. Ik weet in honden bijvoorbeeld, die kunnen hun mild, want je hebt hoort wel eens van de milt gaat contraheren, hè? die gaat samentrekken. En uh, in honden kunnen dat tijdens uh, het hardlopen bijvoorbeeld. Uh, als die gaan inspannen, dan kunnen hun milt door het samentrekken, kunnen ze een extra stoot rode bloedcellen afgeven. En dan kunnen mensen doen dat bijvoorbeeld niet hoor. Dus je zou zeggen, hé, hey, maar uh, steken in de milt of eigenlijk contracties zijn goed. Want dan krijg je meer rode bloedcellen in het ja, lijf. Nou, ja. Eigenlijk uh, moeten we even af van het idee van het is de milt of de lever, maar we moeten ze vatten als zijnde allemaal onderdeel van het gastro-intestinale systeem, de buik okay. eigenlijk, ja. uh, de de darmen, ja. maar darm -systeem. nou alles wat te maken heeft met vertering, alles wat te maken heeft met, met, met ja, stofwisseling, metabolisme, um, en en zo, nou ja, dan komen we uiteindelijk op die oorzaken af. Komt dat? Kun je terloops? Kan het zijn dat het probleem wat je ervaart wellicht iets te maken heeft met de lever? Of de mild. Ja. Maar als je gewoon kijkt naar de artikelen, wordt eigenlijk amper genoemd van dat is het. Of uh, dat zijn echt de twee organen die het meest gevoelig zijn voor het feit van dat, dat tijdens inspanning, je en daar gaat het vaak om uh, er de, de minder bloed gaat. Naar het gastrointestinale systeem. Dus naar je okay. dame. Hey, dus even een resume. Duizend proefpersonen hebben ja. gevraagd. Heb je hier wel eens last van? Of waren dit allemaal duizend mensen die aangegeven hadden. Hier heb nee, ik wel eens last nee. van. En dat er zijn nou, verschillende uh, sporten dat deden ze. Reed, hè? Dat ja, is wel ja, leuk. vaak komt ja. het voor? Ja. Ja. Nou die gaven dan één in de tien trainingssessies. Hadden ze er last van. Oké. Okay. Nou. Dus dan geeft het ook wel aan als je het eenmaal hebt. Maar hoeveel hebt... van deze duizend gaven ja, dit aan? Ja, nou, daar komt-ie, hè. Want uh, dat is best wel... In de eerste keer schrok ik enorm. Ik denk, jeetje. Want de meeste in die, die studie... En dan kom ik zo wel even uitleggen waarom dat zo was. Ja. Uh, 75% van de zwemmers. Zij, ik heb wel eens ja. last van steken in mijn ja. buik. En, nee, en dan ging het denk ik over het afgelopen jaar mm, of zo, hè. Mm, mm. 69 hardlopers, 70%. 62 paardrijders... 50% van fitnessers, ja. uh, 47% basketbal en 30% wielrennen. Maar Ik, dit zijn allemaal weer subgroepen van die duizend proefpersonen ja, die bevraagd worden. Precies, ja, dus dat ja. zijn langzaam aan kleine. Dat kleine zijn misschien plukjes. per groep iets ja. van, van 100 of zo, ja, 150. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, Uiteindelijk kwamen, nou ja, door andere studies, bijvoorbeeld in 110 triatleten, gaven juist mensen aan, ja, maar bij het lopen, 70% had er last van. Ja. Eigenlijk bij het fietsen en het zwemmen veel minder. Dus dat zwemmen is een beetje dubieus in die eerste studie. En daar zijn ze eigenlijk achter gekomen, waarin aangaven 75% van die zwemmers. Dat had te maken met het feit dat het hele jonge atleten waren. Want Aha. uit die studies komt wel naar voren dat met name onder, ja, jonge atleten onder de 20 jaar. Er veel meer last van hebben dan bijvoorbeeld mensen boven de, boven de 40 of 50. Ja, dat is wat ik net ook zei. Ik herken ja. het uit mijn jeugd. Als ik als kind of op middelbare school, als je dan moest rennen, de befaamde test, ben je ja. ook dol op. Ja. Altijd steken ja. in je zij en volgens en, mij heb ik wel eens in de podcast eerder verteld. Mij werd dan gezegd: je moet je duimen, duimen ja. in je vuisten knijpen, dan ja. gaat het weg. Ja. nou, we hebben hier al wel schieden, Dat is pure placebo, ja. ja. maar het hielp wel. Ja, het, en het hielp wel, precies. <laughs> dus ja, en waarom dat nou dan overgaat, is eigenlijk onduidelijk. Dat zou je kunnen, misschien puur ervaring. Mm -hmm. Dat je een beetje weet van, een beetje handiger ook omgaat. Bijvoorbeeld met je eetpatroon. Daar komen we nog wel op. Want ja, dat is dus wel een factor die een rol kan spelen. Uh, en andere dingen is: uh, waar ze ook op wijzen, is dat iets met de houding te maken heeft. Dat mensen met juist een wat bollere rug, mm -hmm. kyfose heet dat dan, ja. die lijken er meer last van te hebben. Ja, dat uh, nou, zijn lichte aanwijzingen, dus dat leeftijd speelt een rol. Waarbij dus de relatie is hoe jonger, hoe meer, hoe ja, ouder, hoe minder. Ja, de houding of de lichaamsbouw werkelijk, maar niet zozeer iemand de, uh, BMI of zo, of zwaar gebouwde, of zwaardere uh, atleten meer last dan lichtere, of, of ja. andersom. Ja. Man, vrouw maakt ook niet zoveel uit, of geen verschil gevonden. Dus het heeft eigenlijk uh, met name te maken, en toch wel duidelijk dat het heeft hardloop, paardrijden staan voorop. Okay. Minder dus dan, dan, dan zwemmen. En dus Het heeft te maken met iets waarbij jouw jou torso, jouw jou, jou, jou borstkas. Of Veel jou, verticale bewegingen. Ja, duurt. staat uh, rechtop. En wordt behoorlijk geschud. Ja, nou ja. oké. Okay. Ik, ik vind het wel best wel irritant als wij het gaan hebben over steken in de zij. Dat de wetenschap die er is, vervolgens begint met. Ja, maar ik heb overal in de buik. Ja. hebben wij pijntjes te zien. Want op het moment dat je zegt. ja, triatleten veel last van. hebben we natuurlijk in aflevering 9 al wel eens over gehad. over darmproblemen. Ja. Dat zeker bij langdurige triathlon. bij het eten van veel sportvoeding. Ja, daar ja, gaat dat maar darmstelsel ja, wel maar, over de zijk. Maar er is net, net toch, vind ik, ook een verschil... en dat benoemen zij ook van... ja, maar darmproblemen uit zich vaak in... scheten laten, ja, misselijk misschien... aan ja. de dunne raken inderdaad, boeren, ja. et cetera. En die steken, ja... Je, ja, als je het hebt gehaald, en dat zijn toch de meeste luisteraars, denk ik, weten echt, het is wel, ja, even, het is wel anders. Even anders, ja. Help. Toch? Okay. En, uh, <laughs> ja, ja, dus dit is wel specifiek gezocht naar die, die stekende pijn. Zij zullen goed hebben aangegeven bij het uitvragen van waar het, waar het om draait. Ja. Um, Oké, okay, um, nou ja, en recreanten hebben er meer last van dan uh, topsporters, elite. Ja. Uh, en ook wel. Interessant in vergelijking bijvoorbeeld met die buikproblemen of de, die darmprobleem, is, het er lijkt niet gerelateerd aan de intensiteit van de inspanning. Ah. Dus mensen ervaren het als ze hard gaan, maar ook als ze gewoon langzaam. Dus de gaan. tip, ga maar langzamer lopen, heeft ook nee. wetenschappelijk gezien geen nee. effect. Nee, en dat is dus, dus er zijn echt wel, echt wel verschillen. Ja. En dat maakt het misschien ook wel dat het uh, meer kan zijn dan alleen die, die darmproblematiek. Ja. En uh, dan hoor ik jou zeggen, meer kan zijn. Is dit weer zo'n gevalletje, net zoals bij onze eerdere aflevering over kramp. Mm -hmm. Dat de medische stand van zaken eigenlijk niet zo goed begrijpt wat het is. Ja, klopt. Eigenlijk, omdat Shit. je het te moeilijk kan opwekken. Dat, uh, dus, dus ze hebben wel labstudies gedaan. En dan is in ieder geval, ja, waar het wel mee lukt, als je mensen een beetje volpropt. Ja, veel met, eten. Met eten, drinken. Ja. En dan ook gaat spelen met dat eten en drinken. En dan wat komt bedoel je? Uh, bijvoorbeeld de wat je drinkt. Jij we hebben het er eerder over gehad over isotoon, hypertoon, ja. hypertoon. Ja. Dus juist die suikerhoudende drankjes extra veel suiker, waarbij eigenlijk dus die concentratie van die uh, stoffen in dat drankje hoger zijn dan, dan die in bloedblood. het bloed, ja. waardoor er eigenlijk vocht Uitgetrokken wordt en uh, uit, uit het boet getrokken. meer richting die de maag. Ja, neer dan om het dak om, om die wordt. vloeistof ja. uh, lichaam neutraal te Precies, maken. als waren isotoon. Op, ja, moet ja. er vocht bij of vocht af. En ja. dat, dat geeft dan wel een hoger risico. Of kan je het makkelijk opwekken. Maar dan nog, dan nou hebben ze mensen twee keer laten komen. Ja. En dan, uh, ja, dan kun je zeggen. dan heeft toch iedereen er twee keer last van. Nou, zo is het dus niet. Want uiteindelijk uh, hebben 23 proefpersonen een studie gedaan. 64 procent ervan kreeg uiteindelijk in beide sessies steken. Ja. Dus dat, nou ja, kan je het opwekken? Ja, Iets meer maar, dan de helft, ja. maar dus bijna de helft ja. ook niet. Dus nee. en daarmee is het een niet heel voorspelbaar fenomeen. Nee. En is het dus ook heel lastig te onderzoeken. En dat geeft ook aan met die, die trainingssessies 1 op de 10. Ja, er was niemand die van tevoren aangaf... nou ja, ik heb er 9 gehad zonder... en de tiende is het weer raak of zo. Zo werkt het dus niet. Dus het, het heeft wel iets uh, ja, zeker onvoorspelbaars. Nog even over dat hardlopen. Omdat we nou ja, toch ook hardlopers zijn. Zeker. En paardrijders misschien. <laughs> ja. maar uh, Ruiters heet dat, hè? Ja, nog even zeggen... <laughs> Ik, ik dacht, Amazon. Ja, dat kan, maar ja. dan zit je met je benen aan dezelfde kant. Okay. 70% van de hardlopers heeft er wel eens last van in het afgelopen jaar. Nou, ja. uh, 1 op de vijf tijdens een race. Dat is toch best serieus, hè? Ja. Uh, en waarvan 36% dan. Uh, procent van die het heeft, die zegt: ja, ik moet rustig eraan doen. 6% moet uiteindelijk helemaal stoppen. Dus het kan echt, echt vervelend zijn. Als, ja. als effect van de pijn ja. in de zij. Ja, ja. ja, ja. dus ja. Niet, niet als wel, als ja. maatregel. Ja. Ja, maar... Ik kan wel, ja. En daar, nou ja, goed. Dan komen we meteen naar de oplossingen die nu. Ge ja, ja gevraagd wat worden. Wat Dan doe je we eraan? we Guido doen, hè? Ja. We gaan zo met Guido nee, bespreken. Wat, wat is het advies? Wat doen mensen? Ja, die gaan wrijven of een beetje drukken. Dat ja. doe ik ook altijd. Of dat uh, deed ik. Gewoon ja. waar, waar zit het precies? Je gaat wat dieper in- en uitademen. Ja. Je gaat misschien wat met, met die, die vuistjes van je doen. Ja, dat is en, wat ik elf doe. Of uiteindelijk ga je gewoon toch rustiger aan doen en, en wellicht stoppen. Nou. Ja. Oké, okay, uh, even over naar uh, de oorzaken. Ja. ja, nog een leuk dingetje. Uh, er is een associatie misschien met schouderpijn. Dan noemen ze dan geref 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 gerefereerde pijn. Nou, als je een hartaanval krijgt, ja. nou, dat, dat, dat wens ik niemand toe natuurlijk. Maar daar wordt wel eens <laughs> beschreven dat mensen, nou ja, ik had wel wat pijn op de borst. Maar eigenlijk viel het mee. Maar ik voelde het met name in mijn linkerarm. Of, het wordt ook wel eens gezegd, in mijn kaken. ja, en dat is dan uh, op die manier. Ja, je, je hart wordt geïnnerveerd door zenuwen. En ja. uh, daar zitten ook sensorische zenuwen die voelen eigenlijk pijn of die reageren op pijn door dan signalen weer terug te zenden. Ja. En die komen uiteindelijk uh, langs plekken waar het uh, de hersen een beetje uh, gefopt worden, zeg maar. Okay. En dat geldt bijvoorbeeld dus uh, ja, voor het hart gaat het dan om kaken en om, om arm. Maar bij uh, die schouderpijn, die je vaak. Nou ja, in de studie laat ik het zo zeggen. 25% van de mensen voelde terwijl ze steken hadden. eigenlijk juist ook schouderpijn. of misschien wel meer schouderpijn. Ik herken dat persoonlijk niet. Nee. Nou ja, maar dus. Uh, en dat heeft dan te maken met die gerefereerde pijn. Dat heeft te maken dus met de nervus frenicus. En dat is de zenuw die het middenrif innerveert. Ja. En daar dus reageert op, nou ja. Ah, iets wat daar maar. gebeurt. Dus de zenuwmiddelrif. Ja. En dat is natuurlijk. Je middenrif reguleert je Precies. ademhaling. Ja. ja. Dus daar heb je al een hint. Hey, misschien heeft het daar wel mee te maken. En dat is inderdaad een van de oorzaken die genoemd worden. Van vermoeidheid van het middenrif. Wellicht kramp daar. Uh, wellicht. Uh, min, ja. Te weinig zuurstof daar ja. naartoe. Dus waar wij denken: het is mijn lever of mijn mild. Daar vlak boven ja. ligt natuurlijk dat middenrif. Ja. En dan slaat opeens ook het ouder worden en trainen ergens, in mijn hoofd in ieder geval, ergens op. Mm, want je, dat, want je uh, groeit ja. natuurlijk, je middenrif groeit, je wordt sterker, dikker. Ja, ja. Ervaring heeft dan effect. En op een gegeven moment is jouw lijf gewoon gewend aan ook ja. ademen onder inspanning. Maar we moeten wel, uh, want dat, dat zeggen die auteurs ook. En daar hebben we het in de afleveringen over ademhaling, ademhaling training ook over gehad. In principe is bij een gezond iemand, dus zonder COPD of andere luchtwegaandoeningen, ja. is de ademhaling... Eigenlijk nooit echt een beperkende factor. Nee, heeft gewoon overcapaciteit. Dus als jij vermoeid raakt in je middenrif, ja, dat, dat zal best gebeuren. Maar uiteindelijk, de, ja, waardoor je minder hard gaat, is met name vermoeidheid in andere ja. spieren. En dan toch het is maar, maar een, even een oude maar... koe, Jurgen. Ik heb hier natuurlijk wel zitten vertellen dat ik heb moeten stoppen <laughs> ja. in mijn Rotterdam Marathon. Vanwege een kramp, vanwege daar, kramp in ja. mijn ja. middenrif. Ja. 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 Dus het kan zeker. Uh, wat ja. kwam, lieve luisteraars, op weg naar Rotterdam? Omdat ik had bedacht: ik ga eens zonder verdere training tijdens het hardlopen wat. Ademhaling oefeningen ja, doen. Ja, was en ik niet zo ging handig. dus anderhalf uur lang ja. heel bewust mijn adem wat ging ik doen. Ja. Volgens mij mijn. mijn nou, ik weet niet eens meer. Maar ik ging iets doen. waardoor ik mijn natuurlijke adem wat onderbrak. Ik ja, hield er ja. of even in bij het uitademen. Of bij het inademen. Slecht idee als je dat niet getraind ja. hebt. Dus het is ook een beetje in die verklaring. dat ze zeggen. ja, het kan. Maar het is niet alles verklarende factor. Dat kan nee. niet zijn. Nou ja, da, wat, wat nog meer? Nou, we hadden het over die doorbloeding. van, van uh, minder bloed naar de darmen. Ja. Misschien leven. Ja, want we dat mild. gebeurt natuurlijk bij het sporten. Je maar daar zeggen ze het van. Veel ja. bloed naar je spieren ja, sturen. Precies. En die darmen krijgen steeds minder. En die gaan daardoor ja, eigenlijk protesteren. En, en geven daardoor ook signalen af: van jongens, uh, dit vind ik niet fijn. Ja, ja dan is, zeggen zij: ja, maar hoezo uh, heb je er last van. ook als je langzaam gaat? Want in principe. Zou dan nog genoeg bloed moeten gaan naar, uh, naar ook je nee, darmen. Ja, dus die verklaring ja. strookt niet met die waarneming. Krampen eigenlijk, spierkramp bijvoorbeeld van middenriff, ze hebben met EMG. Dus dat is eigenlijk... Uh, Elektrische muscle stimulatie? Uh, ja, maar uh, elektromyogram, dan gaan ze eigenlijk net zoals bij een elektrocardiogram. Plakkers opplakken om elektrische signalen op te pikken. Ja. Nou, dan kan je eigenlijk zien of wanneer kramp ontstaat, zeg maar. Ja. Of het ja. de, ja, ja, de ja, activatiepatroon ja. anders verloopt. Nooit iets gevonden. Maar nogmaals, ja, eh, hoeveel mensen. Eh, ja, maar Dit leiden. is natuurlijk bijna niet te doen. Want nee. als we net al vaststellen, je kan die steken niet zomaar opwekken. dan kun je mij vol plakken Precies. met stickers. Ja. Maar dan moet je eerst wachten tot je ja. steken krijgt. Ja, dan wel maar eh, het poesje van. Nee, heb je het al? Heb je ja, het al, ja, nee. ja, ja. Nou, en dan zijn er allerlei. Want, in jouw uh, buik, dat ligt niet allemaal los, hè? Die, die lever zit ergens aan vast en die darmen, noem maar op, het klotst wel voor je gevoel, ja. maar er zitten allemaal ligamenten, Dat zijn eigenlijk bandjes onderling ja. en dat Om de zit boel een weer, beetje op zijn plek, ja, zit dan weer vast aan de buikwand en dan komen ze eigenlijk uit, misschien zijn het wel gewoon een, een extra rek op die ligamenten en is het die buikwand die je irriteert raakt. En dan kom je af en toe een case study tegen van een triatleet die zo serieus met ja, die echt uh, gewoon zijn carrière ging eraan. En die dan een operatie heeft ondergaan waarbij een of ander ligament wat afknelde misschien, of een bloedvat afknelde, of daadwerkelijk uh, ja, te veel rek op stond, die hebben ze dan doorgeknipt. En daarna ging het wel beter. Nou, dat zijn echt uh, dingen. Dan kunnen we het zo met Guido over hebben. Van dan, dan moet er gewoon dus consistent iets aan de hand zijn. Dus dan is het ook meer pathologisch, dan is het echt een klinisch probleem, laat ja. ik het zo zeggen. Ja. ja, de laatste die misschien even moeten noemen, ook vanwege die uh, die bolle rug, dat ze zeggen, ja, uh, misschien is het ook wel vanuit de druk die je bij het hardlopen paardrij ervaart op die tussenwervelschijven, waar uh, de zenuwen natuurlijk ook nou, doorheen lopen. Doorheen lopen. En daar dichtgedrukt want het lukt schijnbaar door mensen op de T8-T10. Uh, dat is zijn, nou jij weet, die tussenwervels. Zijn codes voor wervels. Ja, thoracaal, dus ja. Van, de, van de ter borsthoogte. Schijnbaar als je daarop drukt, dan krijg je ook een soort steken, kun je opwekken in jouw darmen. Wist ik ook niet. En, daardoor, en in relatie ook met die bolle rug, zeggen ze, nou misschien gebeurt dat wel per ongeluk. He, dus uh, ja. je loopt wat voorover gebogen ja, en ja. uh, daardoor ja. komt het. Ja, weer. en door die schokken en uh, noem maar op. De, en daar blijft het eigenlijk bij hangen. Ja. Ja, uh, wat kan je er dan even heel snel, snel tegen doen? Ja, dat is aan je core werken. Eventueel een band zelfs omdoen. Een soort korset zie ik dan voor me. Ja, ik weet maar, niet of... Uh, bewaar de tips nou even ja. voor met Guido. Uh, laten we met hem samen formuleren. Wat is ons advies? Wat moet je eraan ja. doen? Ik moet af en toe een beetje glimlachen. Want de uh, mail van Lidwien Verve die heb ik voor me. Ja. Zij schrijft dus inderdaad... Ik heb tot nu toe nooit een bevredigend antwoord gekregen <laughs> op deze vraag. Dus ten einde raad. Ja. Mail ik maar naar de slimme postering. Nou, podcast ja. via mail@slimmepodcast.nl. Zij schrijft: tijdens wedstrijden krijg ik altijd steken in mijn rechterzij. Maakt niet uit of de wedstrijden lang of kort zijn. Goede warming up zorgt ervoor dat de steken wat later komen, maar ze komen meestal op de helft gek genoeg. Wat heb ik tot nu toe geprobeerd? Ja. Daar moet ik ja, wat langer. Al, Rechter op gaan lopen. Ja. Nou, dat zeg je ja. al. Werkt ja. niet voor haar. Krachtige uitademen doet het niet. Niet te snel starten doet het niet. Ademen vanuit de buik doet het niet. Pompen met mijn handen. Gas terug. Langzamer lopen. Uiteindelijk schrijft ze: wordt het wel minder. Maar weg gaat het meestal niet. Ja. Bij training heb ik het nooit. En het is weg zodra ik klaar ben met de wedstrijd. Gebeurt ook bij wedstrijden waar ik me niet druk om maak. Ik loop al vijf en, een jaar of 25, drie keer per week. Ik loop bij een atletiekvereniging, ik heb wedstrijdervaring. En, daar komt hij. Ja. is zij dan 16 jaar? Nee, nee. helemaal niet. Nee. 68 dus, jaar, ja. dus al best oud. Ja. Um, dus dus uh, zij nou valt ja. zelfs wel niet in het plaatje wat wij net allemaal geschreven nee, hebben. Arme nee, arme Litwin. Maar goed, uh, ja. Litwin heeft wel antwoord gehad, ook van Guido. Ja. Dus uh, laten we, we maar eens wel. gaan uh, zoomen met Vroemen om hem erbij te halen. Ja. Maar niet voor dat. Dit uh, is ons bruggetje en daar is het tijd voor onze luisteraars. Ik ga zo een aantal nieuwe vrienden van de show even in het zonnetje zetten. Maar like. er is ook post bij onze studio aangekomen. Nou, Mensen die net al meteen naar de webshop zijn gesurft om die kaarten voor 19 oktober te bestellen. Die zijn daar misschien ook onze fonkel nieuwe merchandise tegengekomen. We hebben slimmer presteren sokken. En niet zomaar sokken, het zijn snelle sokken. Snelle sokken, misschien Keet wel, is een supersympathiek, uh, vrolijk uh, sportsokkenmerk. Maken hardloop- en fietssokken met geweldige kreet: one size fits. Almost all. Dus ja, zij zegt, ja, we zitten ja. niet aan de allerkleinste voeten en de allergrootste voeten. Dan kom je in de problemen. Maar uh, tussenmaat nou, staat op de website zit je goed. En uh, die hebben uh, niet alleen onze sokken gemaakt, die hebben ons ook van alles opgestuurd. Een pizza sokken. Ik had zelf al de, <laughs> de raketsokken, vind ik zo leuk. Ga ze als een raket. Ja. En ook de als een raket Wielerpet. Jochem uitdagen, ben je blij mee? Leuke <laughs> raketjes erop en met op de klep: Ik ga als een raket. En wat hebben we nou bedacht? Om de sokkenverkoop wat te stimuleren en populair te maken. Het zijn mooie lichtblauwe sokken. Wanneer zie je die nog? Passen mooi bij mijn felrode wielerschoenen. Hebben we een nieuwe rubriek. En de rubriek heet Sneller door slimmer presteren. En de opdracht is eigenlijk vrij simpel. De vraag aan jou is: in die nou, ruim bijna 170 afleveringen die we nu hebben. Is er nou iets wat bij jou is blijven plakken? Kan iets kleins zijn, kan iets groot zijn, maar iets waarvan je denkt: ja, maar dit doe ik tegenwoordig dankzij. De Slimmer Presteren podcast. En uh, nou ja, de vraag aan jou is. Spreek dat in, in een audiobericht van maximaal 30 seconden. Kan je doen via bijvoorbeeld vriendvandeshow.nl Slash slimmerpodcast kan je audioberichten achterlaten. Je kan ook als je vriend van de show bent en je zit in de WhatsApp community. Het via WhatsApp naar me sturen. En dan uh, maken wij een selectie van de ingezonden berichten. Inmiddels hebben we al een leuk bakkie staan. Dank. En de belofte is als jij te horen bent in de uitzending. Dan krijg je van ons een paar slimmer presteren sokken. En een: Ik ga als een raket snelle sokkenpet. Kortom, het is tijd voor de eerste keer deze rubriek. Ik ga hem instarten met een leuke jingle. En dan gaan we luisteren naar Margot van Ingen. Sneller met slimmer presteren. Wat is één ding waardoor jij sneller gaat met slimmer presteren? Miet, me. Hoi Gerrit en Jorgen, vaste luisteraar en harpsloopster Margo hier. Ik heb een hoop geleerd van jullie podcast waar ik sneller en vooral een verstandigere sporter van ben geworden, maar wat ik nog wekelijks in mijn achterhoofd hoor is de term microquitting uit jullie aflevering 118 over het aanpassen van je trainingsschema. Die term heeft me het afgelopen jaar regelmatig door de laatste seconden van een interval geholpen of me gemotiveerd die laatste squat en een krachttraining toch te doen. En daarmee heeft die term me vast en zeker wat sneller gemaakt. Dus ik ben helemaal team Gert in deze. Bedankt hè. Ja, ja Team Gerrit. En ja. daar refereert ze aan het feit dat ik uh, met dit uh, concept terugkwam van vakantie. Ik zei, ja. precies zoals Margot, dit inspireert mij enorm. Waarop ik door jou en Guido redelijk belachelijk werd gemaakt. Omdat ja. zei, uh, nou die ene seconde precies. of die ene squat, die ene squat maakt het lichaam nou, echt niks uit. Maar het gevoel uh, is ja. natuurlijk goed als je ja. hem wel kan maken. Nou, afmaken. ik zou zeggen, Margot, gefeliciteerd. Jij bent de eerste winnares van een paar slimme, presteren, snelle sokken. En uh, van uh, de snelle sokken. Pet, de wielenpet, jij gaat als een raket. Um, en dit is het dus. Dus uh, mocht je zitten luisteren en denken. Oh, wacht even. Ik heb ook wel zoiets. Ik heb wel iets wat ik uh, regelmatig nog gebruik. Uh, klein of groot, uh, stuur je bericht naar ons op. En uh, misschien ben jij wel in een van de volgende afleveringen te horen en uh, win je ook een paar sokken. Als je zegt, nou kan niet wachten, dan kun je gewoon jouw hardloop of fietssokken zelf bestellen via slimmerpodcast.nl/slash webshop. Ja, en wat roepen we nog meer altijd aan het einde van de, de podcast? De, ja, vriend, nieuwe vrienden, hebben de Nieuwe we die. vrienden van de show, want ergens moeten we dit uh, uh, feest toch een beetje blijven bedruipen. Uh, het uh, staat nog steeds niet bol van de adverteerders, en ik ben er ook achter gekomen in de winterbreek. Ik haat zelf advertenties, hmm. dus uh, ik uh, ga er ook niet makkelijk mee de boer op. Maar uh, de mensen die ons een kopje koffie geven, daar moeten we het dan wel van hebben. Uh, we hebben wat in te halen, dus ik smeer het uit over een paar okay. komende afleveringen. Maar onze dank is groot aan. Carlo van Dijk, Bouke Hessels, Iwan, Pascal Mallo, Marinka Maas, Franco Albanese en ook Adam kozen allemaal op vriendvandeshow.nl uh, voor de optie om een jaar lang te doneren. Maar ze waren niet de enige. Ook Walter hoorde erbij. Rut Luttekhuis deed het. Dirk van der Straten uit Vlaanderen. Vaste fan op Instagram. Horen we ook vaak van Dirk. Jos van Lang deed het. Walter deed het. Kim Den Hartog deed het. En Erik Forking. Dankjewel. En welkom bij het Legioen Vrienden van de Show. Welkom in onze exclusieve Strava Club. En gefeliciteerd met jullie 25% korting in de webshop. Die je ook kan gebruiken voor die snelle sokken. Tot zover. Laten we razendsnel onze eigen vriend van de show Guido Vroemer, erbij gaan halen. We gaan zoomen met zoomen. Zoom zoom zoom. Vroom Vroom. Guido. Hey. Guido. Goedemorgen. Morgen. Goedemorgen. Hey, welkom terug na de winterstop in de Slimmer Pasteren Podcast. Dankje. Hoe, hoe is het met je? Prima. Ja. Ik Grootel. kijk al helemaal uit naar de zomer. <laughs> ja, we even, zitten midden in een druiligere winter. Even volhouden nog, uh, Ja, maar we gaan de goede kant op. Hè? Weet je, de dagen worden steeds langer in plaats van korter. Ja, dat is waar, dat is waar. Zijn er voor jou nog uh, grote veranderingen hier in 2024? Dingen die uh, dit jaar nu al memorabel maken? Olympische Spelen, mm, Paralympische precies. Spelen. Precies. Ja, precies. Dat zijn toch dingen waar je denkt: hmm, dat is spannend. Ja, leuk, leuk. Nou, dan gaan we door de weken heen uh, ongetwijfeld wellicht uh, wat van jou uh, in meepikken. Volgende week onze eerste aftrap in de serie uh, Op Weg naar Parijs, waarin we embedded scientists gaan spreken. Maar nu moeten we het hebben over een vervelend <laughs> fenomeen. Met name bij het hardlopen en het paardrijden. Heb jij eigenlijk wel eens paard gereden, Guido? Nee. Nee, nou, ik omdat, wel namelijk. omdat je last van steken ja. in de zijkruis Omdat je last van steken ja. in je zijkruis zou ja. ja. niet doen. Steken in de zij. Ja. Hmm. Oké. Okay. Wat ja. heeft dat paard daarmee te maken? Nou, dat heeft Jurgen net uitgelegd. Ja. Dat het uh, veel bij hardlopers voorkomt. Maar juist ook bij ruiters. Ja. Of amazones. Ah. Of Amazoners. Ah, ja. schudden. Ja. ja. Verticale torso die op en neer geschud wordt. Nou, oh, daar zit er al in. meteen denk ik wel een goede link. Hè. Dus als je te veel schudt met uh, hardlopen. Krijg je dat? Exact. Ja. Risicofactor. Misschien. Risicofactor ja. is hardlopen. Nou, Helaas uh, hebben we dus net uh, ontdekt dat er niet een soort eenduidige oorzaakverklaring is. Maar <laughs> toch uh, willen we mensen iets van praktisch advies geven. De mail van Lidwin Verver heeft jou ook bereikt. Je hebt daar ja. teruggemaild. Wat, 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 in eerste aanleg, als je zoiets leest en krijgt. Wat, wat is jouw antwoord en advies? Um, dan moet ik even goed terughalen, want zij had volgens. Ze was niet echt. Um, nieuw of vers met die klachten. Had nee. al, uh, 68 al heel... jaar, loopt al 25 jaar, drie keer in de week hard. Heeft nee. het specifiek bij nee. wedstrijden? Ja, en ook niet echt. Er is dus al veel dingen onderzocht ja. Wat, ja. wat het zou kunnen zijn, geprobeerd. Precies. Dus he, dan denk ik ja dus eigenlijk alle gras is al ongeveer voor mijn voeten alles is weg maar oh, wacht. La geen laaghangend fruit hier meer niks, nee, dat, uh, niks ja. nee. dus dat hebben we niet meer dus dan moeten we dieper gaan zoeken en dan denk ik, ja maar dat zijn wel leuke, um, leuke problemen of casuïstieken die, waarvan ik denk nou, dan moet ik eens even wat dieper inzoeken in gaan zoomen kijken wat, wat, dat, wat een eventuele andere oorzaak zou kunnen zijn die niet zo vaak en niet zo voor de hand ligt Nee, want het, het laaghangend fruit wat zij zelf al schreef is rechter ja, op gaan lopen, ja, ja, ja. houding ja. veranderen, even ja. als het uit de rug zou komen, krachtiger uitademen. Ja. Is dat een uh, bekende tip voor jou ook? Nou, de eerste dingen waar je altijd aan denkt, dat is natuurlijk dat het, um, het eten wat in je maag-darm systeem ja. zit problemen gaat opleveren. Hè? Dat ken ik nog van vroeger ook wel met voetballen. Snel eten thuis wow. en dan rennen naar, de, naar het voetbalveld en trainen. En ik, oh man, ik ja. in de zijman trainer. Ik kan niet zoveel rennen. Ja. <laughs> ik ga maar afwerken op doel. Ja, precies. <laughs> hey, en als jij zegt vroeger, is dat ja. dan toevallig ook nog in jouw jeugd, onder twintig, of? Zeker. Ja, want dat uh, kwamen we allebei ook tot die conclusie. Ik herken het Jeugdvaren ook eigenlijk alleen veel meer middelbare dan, school. Ja, maar dat is het typische aan Litwin. Die is juist. Uh, is, ja, die, is, die, die zit niet meer op de middelbare school. Nee, nee, maar je noemt het al. Dus die darmen. Uh, ja. ja. Ademhaling. Ja. Dat weet ik dat jij daar ook wel spits op bent, natuurlijk. Ja. Wat dus is ja, daar jouw ja. advies? Uh, en dan Guido? het uh, middenrif met name denk ik het, uh, het probleem. Precies, weet je, die steken komen heel vaak uit de regio waar een diafragma of middenrif zit. En het is een spier. En een spier die kan natuurlijk ook redelijk ah, overbelast raken, steken daardoor geven. Dat is wel een, een, een probleem wat lastig eh, vaak te diagnostiseren is. Mm -hmm. En dat je denkt, ja, het zou kunnen zijn dat. En dan kun je daar een bepaalde ja, therapie of, of oefeningen voor gaan geven om te kijken of dat helpt of het dan beter wordt. Wat voor oefeningen moet ik aan denken? Ja, je moet dan dus met name denken aan diafragmatraining en dan ga je dus eigenlijk um, inademen tegen weerstand in. Hè? Dus dat je heel erg sterk je, je, lucht, uh, je longen moet voel, uh, vullen, mm -hmm. waarbij het diafragma echt in, uh, in werking zet en dat je heel hard je best moet doen om de lucht binnen te krijgen. Hè? Dan krijg je zo'n power breath-achtig apparaat. Of een rietje, ja. Of niet? ja dat kan ja. toch ja, ja. dat is iets maar dat is theory. ja, ja, ja. Het, het komt op hetzelfde neer. Ja. je weet alleen niet precies hoeveel tegenweerstand ja. of weerstand je hebt maar oké okay, werkt ook ja, ja. oké okay, dus dat is een tweede aanleiding dus één eh, kijk eens even rondom voeding eten als je net gegeten hebt heb je kans dat je dit krijgt moet je misschien iets eerder van tevoren eten of uh, later ja. nou, anyway daar kun je kijken als het dat niet is kun je kijken Hé, hey, kun je iets doen met het trainen van je middenrif sterker maken van die middenrifspier en dat kan ook nog eens te maken hebben met ademhalingstechniek. Hè? Um, dus oppervlakkige ademhaling en snel, mm -hmm. dus snel in- en uitademen, maar niet heel diep. Dat, dat wil dus ook zeggen dat je daardoor steeds hele, heel veel je diaf diafragma achter elkaar inzet. Ja. Als je dieper gaat ademen, moet je diafragma ook hard werken, maar minder vaak. Ja. Ja. Minder uitputtend. Ja. Dus dat kan ook een. Um, een factor zijn die je, nou ja, daar moet je bewust van zijn, hoe je dan ademhaalt. Hè? Het kan best zijn dat je dus bij bepaalde, nou, als je wedstrijden gaat lopen, dat je ineens veel intensiever gaat lopen dan je normaal gewend bent. Dus ook veel meer moet ventileren. En misschien doe je dat wel met te ondiepe teugen, te vaak achter elkaar. Ja. Helder. Vandaar die tweede tip in het lijstje van uh, van Wien. Die krachtige uitademen, ja. en dus uh, wellicht ook krachtige in. inademen. Ja. Ja. ja, dat, ja. Maar ja, die, uh, die werkte ook niet bij de Volgende op haar lijstje was uh, het advies wat ze had... Oh ja, de als vierde staat ook ademen vanuit de buik. Dus ja. dat is dan weer juist dieper met in. Ze had ook het ja. advies gekregen... Uh, niet te snel starten of uh, gas terugnemen, langzamer gaan lopen. Jurgen zei al, in de wetenschappelijke studies zie ik dat niet werken. Maar is dat een advies wat jij eventueel ook meegeeft om te proberen? Ja, maar dan is de oorzaak waarschijnlijk... Dat je dus te intensief loopt en dus ook een te hoge ventilatie hebt. Waardoor ja. je dus heel snel moet ademen. Ja. En als je dan rustiger gaat lopen, dan gaat die ademhaling ook weer omlaag. Ja. Dus heb je daar ook minder arbeid voor nodig. En dan gaat het misschien wel goed. Maar ja, ja. dat is natuurlijk niet een oplossing waar je ze op zit te wachten. Want ja, dan loop ik niet zo hard. Nee, daar loop je geen wedstrijd voor. Maar mocht de <laughs> oorzaak. Hè, ja. Als dit je zou helpen, dan zou de oorzaak van die steken kunnen ja. komen. Wederom uit dat diafragma. En dan kun je dus twee dingen doen: op het moment zelf wat gas terug. En eigenlijk dus wat meer gaan trainen ja, in het intensieve met domein, ja, denk ik. Hè? Ja. Ja. ja, in combinatie met die ademhalingstraining, ja. ja. Exact. Hey, ik kwam ook nog tegen juist core stability en eventueel zelfs, je kan een soort corset, uh, lees band, om je buik gaan doen. Waardoor het allemaal iets minder schudt en je misschien wat minder uh, rek en trek op de ligamenten krijgt. Ken je, ken, ben jij daar bekend mee of niet? Niet dat ik dat zelf adviseer of geadviseerd nee. heb. Nee. nee. nee, nee. Maar dan Misschien je is het wel je lukken... een paar meer. <laughs> ja, ja, dan zit je, je lekker stevig in het zadel. Ja. Welke, welke adviezen geef je wel nog meer, Guido? Um, nou, er zijn wel eens... He, nou, wat we net hebben gehad met eten en met ademhaling heb je ook nog wel eens dat mensen, het, met name in de triathlon... het na het fietsen bijvoorbeeld krijgen. Mm -hmm. En dat is vaak dan houding gerelateerd. Mm -hmm. Je zit heel de tijd gebogen flexie in de rug, hè? buikspieren zijn eh, niet heel zwaar belast, en dan ga je ineens rechtop, en dan wordt de hele voorkant echt, zeg maar, veel meer op rek gebracht. Ja. En dat kan ook een trigger zijn, waardoor je dus eigenlijk daar juist die klachten krijgt, dat je eh, dus, dus eigenlijk een, ja, een minder sterke core hebt, waardoor je dus eigenlijk je buik-, buik en, en, en rugspieren eigenlijk wat beter moet trainen, en ook aan de voorkant meer moet rekken. Ja, dan krijg de... je meer dat voorovergelopen. De triathlon. Kijk, want je koor ja. sterker maken, dat is wat je onderweg doet. Maar wat kan ik nou doen in een triathlon? En zeker, dat zal dan maar een halve hele afstanden spelen. Als ik dus echt twee, drie of zes uur voorover heb gelegen. Moet ik dan in die tweede wisselzone gewoon even wat rek oefeningen doen of zo? Of wat is je advies? Nou ja, als je daar wel last van hebt, dan moet je ervoor zorgen dat je dat van tevoren eigenlijk al getackeld hebt. Dat je daar dat dat beter aan... Gewend bent, uiteraard. Ja. Maar ja, als je, als je dat overkomt en je hebt hard gefietst en je moet ineens, je gaat recht staan, ja, maar dan moet je, dan heb je waarschijnlijk een probleem, want ja, dan kun je wel even je buikspieren gaan rekken. Om even zo rechtop te ja, gaan staan en je zo buigen. Ja, precies. Um, maar of dat dan voldoende is, dat het helpt, je moet ervoor zorgen dat je eigenlijk, als je gefietst hebt, dat je gewoon rechtop kunt gaan lopen zonder dat dat heel veel last geeft van dit soort dingen. Ja, ja. ja volgens ja. mij gelft wel aan dat ze het niet bij het fietsen had. Maar ik weet niet of zij een triatleet is. Maar nee, ze is een ja. hardloopster. Ik ga, ik ga even een side note, uh, mannen. Dit is wel echt, ik durf het bijna niet aan jou te bekennen, Guido. Want dit heeft natuurlijk niks te maken met de niveau Guido. atleten waar jij rondloopt. Maar dit is wel enorm man in Lycra en amateur gerelateerd. Want ja. hier wordt weer gezegd, ja, je moet je core trainen. Ja, ja dat weet ik ook natuurlijk wel. Heb ik al vaker in die podcast gezegd. Dat weet ik al jaren. Het lukt mij niet. Maar nou heb ik iets nieuws. Ik denk dat mijn bed uh, verrot is of zo. Maar ik heb echt al weken last van mijn rug. Vriendin van de show en fysiotherapeutisch trainster Marlise Altena. Appte mij op een gegeven moment. Die zegt, ik weet het goed gemaakt, jongen. Ik heb drie... Ja, die zei ook, je moet je core trainen voor je rug. Ja. Ik zei, ja, dat weet ik wel, maar dat doe ik niet. Dus ze, ik weet het goed gemaakt. Drie oefeningetjes, tien repetities. De eerste is uh, inderdaad op je rug liggen, uh, beentjes in de lucht, even vanuit de onderbuik je ja. heup van de grond. Tien keer. Tweede is voetjes plat, uh, billen strak. Hè, dus dat je in een soort driehoekje ligt. Ja. En dan je heupen op de grond en terug. En de derde was uh, weer op die rug liggen, beentjes in de lucht, naar links, naar rechts, oh, allebei ja. de kanten, ja. voor de schuine buikspieren. Tien reps. Nou, het wonder is geschied. Ik ben al een week of vijf, zes therapietrouw. Kijk. Ik doe het. Ja. En ik heb natuurlijk zitten analyseren hoe kan ah. dat nou? Maar ik denk dat het één is, omdat het eindelijk echt weinig is. Terwijl ik had voorheen altijd in mijn hoofd: ja, ik moet 25 sit-ups en dan ja. nog 25 schuin links en 25 schuin rechts en dan nog 10 keer opdrukken. En dat, ja, ik durf bijna niet te bekennen. Maar er is dan toch, als het even helemaal <laughs> slap is geworden, te veel. En vervelend. En dat lukt dan niet. Ja, nee. ik zie jou al liggen. Maar toch even, voor alle middle-aged men, Lycra, die, uh, die waar de buik wat slap is geworden. Ik kan jullie vertellen, na een week of vier, vijf, zelfs met tien repjes merk ik verbetering. Dit doe je dagelijks. Of niet? Doe ik dagelijks, ja. ochtends. Ja. Ik heb ze al uitgebouwd naar twaalf. Die tweede oefening heb ik al uitgebouwd wow. naar niet alleen de heup, maar dan doe ik ook de curlere, nou, ja. een beetje een, een zit erbij. Ja, lach me maar uit. Maar uh, het is wel progressie. En dat nieuwe bed is er nog niet dan. Nee, dus nee. ik word nog steeds wakker ja. met rugpijn. Ja. Die rugpijn... Okay. Nee, maar die rugpijn is wel ja. over daarna, ja. Na ja. die oefeningen is die rugpijn weg. Oké, okay, dus... Ja. dus uh, <laughs> Heeft niks te maken met steken in de zij... maar wel nee. eindelijk na jaren core-oefeningen kunnen gaan doen. Ja. En dan ben je een kwartiertje ja. bezig? Nee hoor, veel minder. dat is het eigenlijk dat je maar zegt. dat is het. Ja. Ja. Je weet je snel scoren gewoon, maar jij is gewoon lui. Ja. Ja, en, dat zijn dat... heel veel mensen. Dat zijn heel veel mensen. Want, hè, waarom zijn er van die hypes van... 20 minuten uh, hard sporten in de week... helpt je weer helemaal fit... en uh, overal voor dat denk ik ja... Ja. Uh, 20. Dus, en veel mensen willen dat horen. Want oh, ja. ik denk, oh ja, 20, 20 minuutjes? Oh die heb ik ook wel. Ja. Dat kan ik wel doen. En dan geef ik wel wat geld uit. En dan maken zij me fit. Ja, dag. Hey, ik heb ook de 7-minuten-app. Maar zelfs ja. dat lukt Short niet. Ja. Maar, hey, hij is gewoon luik. Zit verdomme 8 uur, 10 uur per, jou, uh, per week voor jou. Uh, niet voor jou, ja. voor mezelf. Maar uh, in opdracht van jou in de schuur en door het bos te rennen. Maar op een ja. of andere manier, die buikspieroefening, dat... jongen. Ik krijg het niet voor elkaar. Maar nu dus wel. Ja. Dankjewel, Marice. We, ja, gaan, we maar, gaan jou uh, elke week herinneren aan hoe is het nu dan? Zeg maar. Ja, nou, ja. ja dat mag. Ja. Hou je het vol. Dat mag, ja. dat mag, mag, mag. Maar goed, terug dat naar je, de steek in de zij. Core oefeningen kan dus helpen. Ja, ja maar weet je, er zijn ook van die ja, uitzonderlijke uh, dingen. Dat heeft vaak soms met, met bloedtoevoer te maken naar darmsystemen en zo. En dan krijg je hele lastige dingen. Dat is echt, echt niks helpt. Mm -hmm. ja. Dan ja, denk, dan? ja, Ik heb er alles al geprobeerd. Ja. ja, misschien zit er wel ergens een soort ischemie. Ja. Die je hebt in de darmen. Als je echt een bepaald intensiteitsniveau voorbij gaat. dan krijgt een bepaald deel daar te weinig bloed. en dan geeft dat pijn. Ja. Hm. Maar ja, dat is zo zeldzaam. Ja, daar dat denk je echt pas aan het laatst aan. Maar het is grappig, want ik kwam dus wat uh, casuïstiek, denk ik. van... Een triathlete of twee triathletes die hadden daadwerkelijk, nou ja, die waren helemaal wanhopig. En er waren profs en noem maar hartstikke belangrijk. Die hadden daadwerkelijk een soort uh, uh, ja, dan een operatie ondergaan waarbij een ligament uiteindelijk was omgeleid, doorgesneden of weet ik veel. Dus dan praat je echt over een, uh, een medische ingreep. Jij als uh, sportarts, heb je, ben je daar wel eens bekend mee? Uh, heb je, je dat wel eens meegemaakt? Gehoord? Ik heb... Ja, gelezen. Ja, dat soort dingen, gelezen, maar niet ja. zelf, nee. maar, ja, maar niet zelf bij ja. mensen meegemaakt. En ik denk, ja, we hebben zoveel gezocht en alles geprobeerd. En denk, ja, um, dan maar moet dat... je toch een bepaalde chirurg of zo hebben die daar ook wat van weet. Ja, die daar gespecialiseerd op... in is, uh, ja. Ja. Hè, die en waarschijnlijk heb je er dan uh, ook in je dagelijks leven gewoon ook last van. Ja, anders ga je, anders je niet opereren, niet. zou nee. ons advies zijn. Hè? Nee. Maar um, Guido, wat, wat is dan de volgende stap in diagnostiek? Dus je, je hebt al deze dingen geprobeerd. Je hebt wat met voeding en darmen geprobeerd. Je hebt wat met ademhalingen, intensiteiten geprobeerd. Je hebt eventueel iets met houding of, of buikspiertraining geprobeerd. En je bent net zoals Wien, nog steeds niet van die klachten af. Jij zegt: het zou iets kunnen zijn met bloedtoevoer specifiek. Hoe kom je daarachter? Want als je naar je huisarts gaat en je zegt: Ik steek in mijn zij, begint hij weer met dit eerste rijtje van 4, 5. Ja, zo werkt, gene... zo werkt de gezondheidszorg in Nederland. <laughs> ja, nee, ja, maar wat, wat is, zo, is de ja. volgende stap? Gaan we dan een echo maken? Of ga je... wat, 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 wat kan iemand nog doen? Um, nou ja, als, als je echt de verdenking hebt dat het met name gericht of, um, zit bijvoorbeeld op ischemie in het Mark-Darm dan moet je daar toch naar een Mark-Darm. Uh, leverarts die daarop gespecialiseerd is, op inspanningsklachten. Er zijn nee. er niet zoveel hoor. Nee. Nee. Uh, volgens mij heb ik um, in, ik ben nou weer niet zeker, in Groningen volgens mij er tegen. Um, een van de wel uh, waar ik eens mee contact heb gehad over bepaalde klachten met het uh, um, uh, met, die gerelateerd zijn aan, uh, uh, met sporten. Ja. Daar stuur ik dan naartoe en dan denk ik ja, weet je, jij bent de specialist erin en um, jij kunt dan uitmaken... Uit wat is zinvol om te doen ja ja helder, helder. nou laten we hopen dat voor Litouwen uh, dat niet dat nodig niet is. is en, en uh, laten we dan voor, voor alle de rest... anderen die luisteren en wel eens last van uh, steken nee hebben. kijk ja. ik denk dat je die stappen echt gaat maken als je altijd last hebt ja ja, ja, ja dat ja, is het ook, ook. het is bijna ja. niet reproduceerbaar natuurlijk ja ja Kijk, als jij één keer in de zoveel keer als een wedstrijd loopt en denkt, ah, dan komt het weer aan. Ja, dan zijn er nog wel zat dingen: van ja, maar dan is het ergens gerelateerd aan de inspanning, de intensiteit, dus de gewone spanning die je daarvan hebt. Ja, ja dat kan natuurlijk ook stress, wedstrijdspanning. Ja, dat kan ook. Ja, dit, dat was een studie in de show notes. Daar is verdacht weinig aan gedaan tot een studie van dit jaar, maar dat werkt puur met vragenlijsten. En dan zagen ze ja. inderdaad aan de hand van je hebt dan gewoon een vragenlijst over inderdaad stress, spanning. Nou, die zal wel gevalideerd zijn. Ze zal wel kloppen dat er dat wel een relatie kan zijn met uh, klachten van uh, uh, steken. Of dus pijn dat men, mentale spanning, mentale stress, ja. kan ja. leiden tot ja. steken in de zij. Ja, maar dat was niet specifiek voor atleten. Dus niet specifiek spanning voor een wedstrijd. Maar dagelijks leven, ja, zeg maar. Werk, ja, ja. Of, Berg, ja andere omgeving. zeker. Ja. Oké, okay, helder. Nou, mocht je op deze podcast aflevering geklikt hebben, omdat jij wel eens last hebt van steken in je zij, resume, ga eerst experimenteren met, nou niet experimenteren, <laughs> maar ga uitproberen met eten, timing van eten of misschien bepaalde sto stoffen, ja. hè, voedingsmiddelen rondom je of tijdens je inspanning. Stap 1. Stap 2. Check ademhaling. Ja. Kijk of je iets doet met je middenriff bewust al dan niet, of je hem kan trainen. Stap 3. Knijpen. Drie. Hè? Ja. Hebben we ook nog wel eens. Hè? Knijpen in de zij. Dat het helpt. is dat, dat ook altijd zoiets. Tijdens ja. hè? Als je om het last gewoon hebt, als, als, als het acuut is, om het weg te ja. knijpen of ja. masseren. Ja. ja. Ja, of het dan rechts zit of links zit, dus ja. uh, bij de lever of bij de mild. Ja, weten we ook niet. Nou, helpt. Houding, hey. Houding maar, rechtop lopen. Core, doe de oefeningen van Gerrit. hè scoreoefening. Of, als niks anders werkt, werkt misschien voor jou ook, net zoals voor mij, duimpje naar de handpalm vouwen, vingertjes eromheen en gaan hardlopen met de duim in de vuist. Ja. Was bij mij van jongs af aan al de tip. Als je steken kreeg en je zei, lopen met je duimen in je vingers. En geloof het of niet, Guido, mag je weer lachen, maar ik doe het nee, nog he. steeds. Ook wel eens bij wedstrijden. En het ziet er mooi uit, wordt. Ja. Als laatste... We oh, kunnen uh... kun ook een tip maken. Die, misschien dan, dan hebben we daar wat... Uh... Uh, dan ze, kunnen we zien of nou, hoeveel luisteraars we hebben die dat <laughs> hebben. Als je daar last van hebt, ja. moet je met je vingers in je uh -huh. oren gaan rennen, want dan gaat het weg. Uh -huh. Ja, maar dan, dan gaat je Weet hele loopeconomie economie teken. eraan. Uh. Wondermiddel. Nee, nee, ja, maar uh -huh. geen steken. Uh -huh. Ja, dat is waar. Geen steken. En, je, en hoort, je hoort het gejammer ook niet meer. En als laatste <laughs> wou ik zeggen, koop een uh, ander paard. Ja. Ja. Nou, ja, dat is een tip voor ja, de ruiters. Ja, zeker. Ja, ja die, die minder hobbelt. Ja. ja, precies. Ja, mooi. Leuk, jongens. Hey, de kop is eraf. We zijn begonnen. Seizoen 9. Het is februari 2024 wanneer dit uitkomt. Wij gaan op weg naar een mooie yes. nieuwe serie van 21 afleveringen. Met een hele hoop mooie events tussendoor, die we allemaal uh, in het begin van deze aflevering hebben genoemd. We hopen je daar te zien. We hopen je aan te zien melden. En mocht jij nou nog. Een tip hebben voor steken in je zij die je nog niet hebt gehoord. of mocht je iemand kennen met steken in zijn of haar zij. die deze tips zou moeten horen. dan kun je op een aantal manieren contact met ons opnemen. of de aflevering aan ze doorsturen. Allereerst op social media zijn we te vinden op LinkedIn. als de Slimmer Presteren Podcast. en op Instagram als slimmerpodcast. Gaan ze daar gelijk even volgen. Zie je iedere week meteen waar de aflevering van die week weer over gaat. Je kan ons daar DM'en, je kan liken, je kan commentaar geven. en op die manier met ons in contact. Of ga naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Dan vind je de webshop met alle tickets en kaartjes. Daar word je gevraagd om je te abonneren op de nieuwsbrief. Altijd handig. Ben je ook op de hoogte van alle evenementen. En dan kun je de link naar deze pagina pakken en die rond whatsappen, rond mailen naar de mensen voor je het handig is. Of je kan jouw tips, vragen, suggesties en al het andere leed, net zoals Liedwin, naar ons mailen via post slimmerpodcast.nl. Tot zover. Guido, dankjewel voor je tips. Jurgen, ja, tot, tot volgende week. week. Op naar Parijs. Hoppakee. Ja, wat leuk dat je deze aflevering... helemaal tot het einde uitluistert. Daarom hebben we speciaal voor jou... op het einde van de aflevering nog een luistertip. Een aflevering uh, uit ons rijke archief... van meer dan 168 afleveringen... waar je naar door kan luisteren. Jurgen, we hebben het gehad over steken in de zij... Waar zou je mensen naartoe willen sturen? Aflevering 9, dat is een van de eerste geweest, uh, al over darmproblemen. Uh, omdat daar toch wel, ja, zo bleek wel weer, misschien een relatie zit, uh, dezelfde processen gaande zijn. In ieder geval een klacht is waar uh, ook veel sporters mee te maken hebben. Het komt neer op training de gut uiteindelijk. En dat dat training gut ook goed kan zijn uh, in het geval je last hebt van een steek in de zij. Helder. Nou, seizoen 9, of aflevering 9, seizoen 1. We hebben het ook een aantal keren in deze aflevering over het middenrif gehad. Hmm. Als je daar nou meer over wil weten, je refereerde er ook naar, hebben we aflevering 39 over specifiek ademhalingstraining. Kortom, genoeg voor jou om verder de diepte in te duiken.